Het Openbaar Ministerie, OM, heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak van Ali B. Eerder deze maand werd de rapper veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en poging tot verkrachting. Ali B heeft echter al aangekondigd zelf ook in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. In de rechtszaak werd Ali B vrijgesproken van de verkrachting van zangeres Elle Tendamme, maar hij werd wel veroordeeld voor poging tot verkrachting. Daarnaast werd hij door de rechtbank vrijgesproken van twee aanklachten van aanranding. Het om heeft nu besloten tegen alle drie de vrijspraken in beroep te gaan. Een bijzonder aandachtspunt voor het om is de zaak van de voice-finaliste Jill Helena, die Ali Bey beschuldigt van aanranding. Hoewel de rechtbank de getuigenis van Helena als betrouwbaar en geloofwaardig beschouwde, was de aanranding volgens de rechtbank niet voldoende bewezen. Het OM heeft echter na een grondige bestudering van het vonnis redenen gevonden om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep. Dit geldt ook voor de andere twee vrijspraken. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., heeft eerder verklaard dat de rapper volledig overtuigd is van zijn onschuld en daarom in hoger beroep gaat. Zwier heeft aangegeven dat Ali B. na het vonnis ongeloof en een diepe teleurstelling voelde en nu hoopt op een vrijspraak in het hoger beroep. Het OM waardeert de moed van slachtoffers die zich met hun verhaal naar voren hebben gesteld Vooral gezien de uitgebreide media-aandacht. Het om onderstreept het belang van het doen van aangifte door slachtoffers van seksueel misbruik en moedigt hen aan om dit ook in de toekomst te blijven doen.